Beeldend kunstenaar Jean-Pierre van Oudenhoven, alias Jean-Pierre den Boort, stelt tussen 6 augustus en 26 september ieder weekend zijn tuin open voor het publiek. De Voordenaar beschouwt zichzelf als een vrij mens. Zijn maatschappelijke kijk is oprecht en recht door zee en hij geniet van alle geneugten des levens. De kunstenaar leidt ons rond in zijn fantastische tuin vol met beelden. We starten aan het gedicht dat over hem werd geschreven door Mark van der Meeren. Treffender kan je den Boort niet omschrijven. Kijk, als je daar al is, een bonkje hoofd, als je naar een kop ziet, kan je er niet tegen. Hè. Witte lange haren, ja, dat is een wat kort nou. Ja. En mijn ogen, vrije blauw, geprimiteerd. En verraad met sproe eruit, mijn sproe, die zijn meteen verminderd. Gemarineerde woorden. En wij kijken als je er wel een goed buksje rondgedronken. Ja. Mijn hand kort, breed. Ja. Allee, ja. En hij heeft de gezien in mijn atelier. De kunst van potlood en papier. Ja, ja, dan komt er wel wat krabieken. Er staat ook bij zijn buiker goed rond en dik. Het heffen van het glas, is dat dat mee te maken? Ja, ja, ja. Ja. En dan merk ik op sandalen liep. Ja. Mijn tenen volledig vrij dat ik ben. Ja, ja, ja. Want eerlijk gezegd, ik ben eigenlijk een vrije vrij mens. Ja. Eerlijk gezegd, ik kan me wel op iets opwinden, maar ik doe alles wat het moet zijn. Maar ik, vandaag op mijn, ik heb geen goesting, ik doe niks. Ja. Ik kan op die manier blijven wat vrij. En dat vind ik schuin, want geen ik mag. Ja. Heb ik geen goesting, want zijn zeker dingen mogen. En dat kan je eigenlijk niet constant doen. Ja. Toch omdat het allemaal uit de kop komt. Jean-Pierre, er start een tentoonstelling. Hè. Je begint met een tentoonstelling van vandaag zeker. Beeld en tuin, ja. Wat kunnen de mensen allemaal zien? Oh ja, kijk, dus allemaal de beelden zijn een klein beetje nagepast aan de tuin. Ja. Zit je, als je die twee beelden daar ziet, die kleinetjes, als je binnenkomt en ziet dat trek, dan kunt er een beetje aan zon van inzien ook. Ja. Er zijn veel beelden, klopt dat trap, er zijn veel beelden waar je allemaal in je kop krijgt. En dat vind ik wel schoon. Kijk, als je naar iets stort, dan heb je die hier. Ja. En tijdens een keer door, heb je een idee als je een beeld wilt, dit zijn praktisch 80% beelden van buiten. En hier kan je als je een beetje een gedacht geven van wat dat een beeld is, hoe dat buiten kan dienen. Hè. Ja. Kijk, dat is ook nog een pitfire. Ja. De werken hebben nu en dan een griezelige toets. Voor het maken van zijn beelden maakt den Boort gebruik van verschillende technieken. Dus een pitfire, dat is eigenlijk met sulfaten. En dat gaat in een ton. En met veiligheid en met hout. En dat wordt er van boven in brand gestoken. Dat duurt ongeveer 6-7 uur. Mm-hmm. Dus dan kan je gelijk, met blieke kleuren werd dat tonnen leeg branden. En met donkere kleur werd dat dichtgedoen. Want in die tonnen zijn geen goot, nee. Dus ja. Dat smeurt, hè. Dan moet ik wel veel ruik, maar dat is, dat is de pitfire. Ja. De tuin, hoe groot is de tuin? Dat kan ik niet 100% zijn. Ja. Eerlijk gezegd, ik plant wel geen slimme. Maar de tuin is anders dan met planten. Ja. En ook enorm veel differentie van planten. Ja. Zit, en het is eigenlijk meer bedoeld, een wandelpad, waar dat beeld tussen stoort. Ja. Zeg, als je dat ziet, als je dat van niet beziet in je hang. Ja. Ja. Zie je dat? Als je dat ziet, dat geeft een vriespectrum. Dat is knap. Hoeveel beelden? Enig idee ongeveer? Hier in Nofton een 50-tal. Ja. Dat is in twee delen. Hè. Omdat dat in Noven in kan. Kijk, hier aan hetzelfde. Ja. Zit, door de sulfaten onder te zetten, krijg je dat methool anders. Hè. Ja. En hier zit er een glans op. Hè. Ja. Ja, en door het feit dat het in twee stukken is, moet dat samen... Bij merken meer wordt dat neergezet. En dat gevoegd. Ja. Die zwarte beelden dat we allemaal zien staan, dat is techniek? Dat is ook allemaal geluid, dat is ook in klein natuurlijk, maar dat zijn allemaal, dat is allemaal eigenlijk één glazuur. Ja. Dat is metaalglazuur. Maar door die donkere klanten, die dankerheid, dat is door de sulfaat daaronder zit. Daarmee verandert dat aan methool, verandert van kleur. Ja. Je kunt dat zelfs doen dat onder de bruine kant wordt. Met de sulfaat, dus eigenlijk ijzer geeft rood, koper geeft groen en blauw. En, kobalt geeft een paarse kleur. Hè. Ja. Zeg, en die beelden, zijn die allemaal te koop? Of, ja. Dat is te koop. Ik zie daar nergens naar prijs onder staan. Ah, nu, zo ben ik nu. Dat was eigenlijk voorzien voor mijn voordeur. Ja. Maar ik heb die luk gebakken. En natuurlijk, ik was nog geen rekening gehad met de krimping. En daarmee was het veel te groot eigenlijk. Daarmee heb ik dat die kan afzogen en heb ik er zo een barrelief van gemaakt. Ja. Maar dan moest dat eigenlijk mijn voordeur geweest zijn. Het atelier waar Jean-Pierre hele dagen doorbrengt, bouwde hij, samen met een vriend, volledig zelf.
zou ik zeggen, hoeveel uren spendeer je? Is dat iets waar je het 's morgens binnenkomt en 's avonds buiten? Ja. Maar ik moet niet meer, totaal een keer in de vormiddag tot een uur of 10:30. Ja. En dan moet ik mijn eten bereiden, want ik moet eten maken. Ja. En in achterhoe zit ik er ook. Oké. Ja? Dit is het. En dan zijn we weer in het atelier, dus ook alles zit met kopjes, zonder kopjes. En ook al weer met een lazuur altijd keer tater mee met sulfaten. Ja. Met sulfaten onder. Ja. Zit dat ik er ziet, dat ik die kommetjes hier ook zit, daar dan ook allemaal sulfaten, zie het. En je recupereert veel zaken, hè? Je gooit pakjes niet. Nee, met die schoteltjes die dan allemaal gemokt met klei die van tafel komt. Dat we het even hebben over het ganse procedé. Ja, ja, ja. Dat begint met klei. Ja. Dat bak je één keer en dan krijg je. Ik bouw eerst dat is met samotteklei. En dat werd allemaal gemaakt met worstjes. Okay. Ik bouw zich een keer in op en wat je ziet, van binnen dat is allemaal gemaakt met worstjes. Ik bouw eerst een platte grond, dat en dan is het allemaal met worstjes hier. Maar dat ik met een vorm mee maak, binnen en buiten zit, kijk. Die alle binnen dan die stoel, groot en klein, die zijn allemaal met worstjes gemaakt. Ja. Want dat werd dan de eerste keer gebakken op 950. Op 950. En dat is in die oven? In de trekkenoven, ja. Ja. En dat werd dan van 10 naar 10, met glazuren. Maar dat ook dan dikke buiten. Okay. Met de haas om de haas door. Dan kun je rapper uitpakken. Gelijk, maar soms zoek ik wel met naad over. Gelijk dat hier. Dat hier is gelijk dat hier. Dat is gebakken met naad over. Ja. We zagen daarnet de elektrische oven. Dit is de houtoven. Ik heb zelf al houtoven gemokt. Ja. Die ik zelf gemokt heb. Dat is, ik doe dat. Kijk, dat is mijn wol, mijn glas. Kijk, dat is een deksel. En ik heb dat in twee delen gemokt, omdat dat gemakkelijk is. Ik pak dat eraf. Ja. Ik zet er een beeld in. Ja. Ziet. En dan kan ik tot 80 centimeter gewoon. Ja. En tot hoeveel graden kan je hier bakken? 1300. Ja. En dat gebeurt allemaal met hout dat hier ligt? Met hout, ja. Ja. Naast beeldend kunstenaar is Jean-Pierre ook een onderlegd potloodtekenaar. Fouten weggommen kan niet op aquarelpapier. Het vergt dan ook opperste concentratie bij het tekenen van al die lijnen met verschillende soorten potloden. Jean-Pierre, naast die beelden die we allemaal gezien hebben, werk je ook veel aan tekeningen, aan potloodtekeningen. Kan je de techniek eens toelichten? Het is allemaal zuiver potloodtekening op aquarelpapier. Mm-hmm. Dus natuurlijk, als ik ermee teken, zie je dat zijn allemaal verschillende potloden. Maar ik nu het niet meer scherper. Elke keer met Stanley mes. Ah, okay, ja. En met een nagel, moet je een nagels mee proper mokt. Ja. Omdat dat moet vier fijn zijn. Dus natuurlijk, als je dat allemaal ziet, dan kun je niet omhommen. Dus het moet allemaal, van de eerste keer juist zijn. Die tekeningen zijn allemaal gemokt van de eerste keer juist. Ja. Dan kun je niet omhommen. Als je weet, binnenste buiten hangen er nog veel. Dan zit ze, kijk, dat zijn eigenlijk, dat doe ik graag, want dat is ook nog veel werk hoor. Jean-Pierre, de Averroele, ik zie dat hier ook buiten aan uw huis staan. Wat betekent dat? Dat komt eigenlijk uit een gedicht van Guido Gezelle. De Averroele en de Blommel. Want eigenlijk klopt dat niet, maar dat zijn eigenlijk dialecten die Guido zelf van hem. Want een mijkever gewoon niet op de Blommel zit. Ja, ja. Dus, want ik ben te verder vroeger, dat was de Pieternelle. En de Pieternelle, dat is een lieve vrouwbeestje. Omdat ik al veel Guido Gezelle lees en zo, heb ik voor mijn atelier genoemd dat ik dat. Meesken weten wat meesken niet weten. Dat vind ik altijd plezant hoor. Ja. Als meesken eigenlijk broert, wat is dat aan de Pieternelle? Zeg dat aan een mijkever. Maar ja, ze zeggen ook, want een mijkever zit toch op geen bloemen. En dat is logisch, maar het zit niet op de dal van zit de bladeren. De lagen, ja. En de dal van de bladeren. Hè. Ja. De tuin en het atelier zijn gelegen in de Ophemstraat 111 in Voorde. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.